Heren, hadden jullie ook het idee dat de auto van Alex Albon helemaal niet echt kapot was, maar dat zijn vreemde bordradio meer de doorslag van zijn uitvallen heeft betekend? Laten we eerst even gaan luisteren. Hij reached me so hard. Understood, mode 6 when you can. Mode 6 when you can, please. Okay, Alex, we need to slow down. We're retiring, please. You... Oh, why? Yeah, we'll explain when you get back, mate. It's a car problem. Ja, het gaat om twee momenten. Ja, car problem, zei hij ook. Hè? Wat hebben we? Car problem. Ja, dat is überhaupt heel opvallend dat ze dat niet zeggen over de bordradio. Maar goed, het gaat vooral om het eerste gedeelte. They raced me so hard. Ja. They raced me so hard. Ja. Of, they raced me so hard, sorry. Ja. Is dat niet... Ja, want gisteren op tv werd altijd gezegd dat hij zei... They raced me too hard, maar dat zei hij helemaal niet. Nee. Dat is echt een soort van Formule 1 wet... dat bordradio's altijd helemaal verkeerd worden uitgelegd. In dit geval was het natuurlijk heel raar omdat hij dat zei. Maar... Bij Sky had je Martin Brundle, die zei... Welcome to Formule 1. Ja. Dat vond ik een prachtige opmerking. Ja, ja, nee, ik vond dat ook. Dat zeg je toch niet als Formule 1 coureur. Hij was alleen met Gasly in gevecht toen hij dat zei. Ja, en met Kvyat. Nou, ja. Hij dacht natuurlijk dat die Alfa Tauri-coureurs voor hem aan de kant gingen. Omdat het ook Red Bull gelieerd is. Wat natuurlijk bezopen is. Want die gasten die zien de kans schoon. Die denken van ik ben aan het knokken met een potentieel zitje. Ja, nee, echt ongekend. Ik ben van de complotjes natuurlijk. Ja, je bent van de complotjes. Jij bent onze complotdenker. Ja, eigenlijk hier een bumpertje voor hebben ook. Ook, ja. Gaan we ooit wel maken. Met van die spokerige muziek. Beetje 9-11 geluiden erin en zo. Ja, ja. Ja, nee. Maar ik dacht meteen, die is gewoon per direct ontslagen. Helmut Marko is er gek genoeg voor. Albon, de eerste coureur ooit die tijdens de race uit zijn stoeltje wordt gezet. Gewoon rondje 20, we zijn er klaar mee. Ja, volledig terecht. Nee, hoe kan je dat nou zeggen? Echt, ja, echt je rijdt in Formule 1, de koningsklasse van de autosport. They race me so hard. Yeah. So hard, voordat ik het ook hard. Ja, echt ongelooflijk. Ik denk dat dit, hier komt hij nooit meer vanaf. Dit zal hem de rest van zijn loopbaan achtervolgen. Kijk, die gasten hebben natuurlijk ook onderling wel een strijd. En ze zitten vaak de gamen met elkaar. Ik zou hem, als jij dat had gezegd, stel wij waren Formule 1 coureurs. Ja, ik had het wel geweten met jou. Oh, wat dan? Nou, gewoon iedere keer als ik de kans zou krijgen, zou ik de vloer met je aanvegen. Oh zo, ja. Je gaat zitten huilen omdat je zo hard aangepakt wordt door een Alfa Tauri-coureur. Je moet er toch even terug naar het rationele. Is het dan toch niet... Had hij niet een punt ook? Nee, nee natuurlijk niet. Oh. Nee, ik vond ook nog... Die tijdstraf, dat was zo'n domme actie ook met Kvyat, dat hij te vroeg instuurde. Wacht nou eventjes gewoon een seconde en je zit er wel... Je zit er wel voor. Ja, hij reed de vleugel van Kvyat echt volledig eraf. Ja, ja, nee, ongelooflijk. Ik kan me voorstellen, als ze nog niet met Albon in de maag zaten, dan zitten ze dat nu wel. Ja, en daarom is hij dus volgens jou ontslagen. Nou, dat denk ik niet. Goed, want ik vond de uitleg na afloop was dat er dus een steen in zijn radiator was gekomen. En dat daardoor de motor aan het oververhitten was. Ja. Klonk plausibel. Ja. Dus ik weet niet. Helmut Marko is er wel gek genoeg voor. Dat hij zegt van ja jongen, even dimmen. En ze hadden natuurlijk vrijdag. Dat is de N. Ja, ik heb hem gewoon open. Hij zit op mijn plek. Hij gaat helemaal mij worden. Ik wil je toch. Ja. Maar hoe heet dat? Helmut Marko had natuurlijk vrijdag al contact met Nico Hulkenberg gehad. Ja, want er was iets fout gegaan rondom de coronatest van Alex Albon. Er was een niet zekere negatieve uitslag. Ja. Dus toen had Helmut Marko inderdaad Hulkenberg gebeld. Van hey, ben je beschikbaar? Ja, klopt. Ja, en ik dacht ook meteen van ja, als je Pierre Gasly heet, wat moet je dan wel niet denken? Dat wil ik dus net zeggen. Waarom bel je Hulkenberg? Nou ja, omdat ze toch blijkbaar en geen vertrouwen nog hebben in Gasly. En misschien vonden ze het ook wel een goed testmoment. Want ze hebben nu ook sinds een aantal weken zeggen ze dus van ja, als de nood echt hoog is, dan of als Albon niet presteert volgens onze verwachting, dan kijken we verder dan ons eigen talentenprogramma. Dus dat lijkt er eindelijk op dat ze die trots een keertje van hen afzetten. En dat ze gewoon kijken wie de beste coureur is. Hm. Wat ze natuurlijk al veel eerder hadden moeten doen. Ja, als ik Albon en Gasly was, zou ik me wel echt heel veel zorgen maken. Ja, ja, zeer opvallend. Ik zag wel een opmerking van Rijk. Ja, de rant van... Want je kan live meekijken met deze podcast op YouTube. De rant van Patrick is weer afgevinkt. Ja, nou ja. Je ging weer even los. Ja, heel goed. Maar in terecht ook, Joost, vind je dat de rant van Patrick terecht was op Albon? Nou, ik ben al heel lang wel van overtuigd dat hij zijn toekomst ligt voorlopig niet bij Red Bull, denk ik. Alleen het is gewoon heel raar dat Red Bull, alsof ze met Gasly toen, dat ze beseffen dat ze daarmee te snel hebben geoordeeld. Of denken van op deze manier gaan heel veel talenten het niet redden, dat zou kunnen. Dus wat dat betreft zou het kunnen dat ze denken we geven deze jongen echt veel meer tijd. Maar
het kost Red Bull gewoon. En dat, ja. dat zie je gewoon. Het kost ze punten. Het kost ze aanzien. Het gaat heel veel vragen opleveren. Ik bedoel, als Albon, stel nou dat ze Albon gaan verlengen, dan neemt niemand dat toch serieus. En dan is het ook een beetje een devaluatie van het hele talentenprogramma ja. voor Red Bull. Dus wat dat betreft denk ik dat het zo niet langer kan. Maar ook gek dat Helmut Marko dat zegt, überhaupt. Waarom zou je op vrijdag, of waarom zou je een paar uur na de race zeggen dat je met Hulkenberg hebt gesproken vrijdag voor iets wat totaal niet relevant was? Dat zeg je alleen maar, denk ik. Om de druk op te voeren bij Albon misschien wel. Of bij Gasly. Of ja. Dit zorgt ook weer voor onrust binnen die coureurs natuurlijk. Maar daar is Helmut Marko toch wel goed in, om dat soort dingen te zeker, zeggen. Zeker, ja. Het gaat van alles in zijn hoofd om. Ja. Kijk, maar het wordt ook vaak gedaan. Hij wordt ook niet altijd even serieus genomen, heb ik het idee, op Twitter en zo. Maar Helmut Marko is natuurlijk wel de allergrootste baas. Als Christian Horner kan van alles roepen, maar die bepaalt helemaal niks. Die doet ook maar wat hem opgedragen wordt door Marko. En uiteindelijk Matasic. Ja. Dus ja, als Marko iets zegt, moeten we het toch wel serieus nemen. Hoe moeilijk dat soms ook is, omdat hij soms wel de gekste dingen zegt. Ja, ja. Uiteindelijk bepaalt hij.